aardbeienoogst is volop aan de gang nu. Zoals jullie in de vorige vlog ook al zagen. En aan deze aardbeienplanten zitten soms hele grote, maar ook wat meer kleinere aardbeientjes. Wat ik eigenlijk nooit doe is jam maken van aardbeien. Want daar moet altijd vrij veel suiker bij. Ik vind als je aardbeien verwarmt, dan gaat er echt een hoop van de smaak verloren. Dus wat ik nu doe, ik heb nu echt een overschot aan aardbeien. En die kleinere, die was ik. Haal ik het kroontje eraf en dan laat ik ze even drogen en dan vries ik ze in. Dan kun je makkelijk tot het volgende seizoen van de aardbeien genieten. En een tip is dan, haal gewoon die hele aardbeien uit de vriezer. Laat ze een beetje ontdooien, zodat ze nog wel koud zijn, maar niet meer hard. En prak ze dan gewoon op je boterham. Dan zijn ze even zoet als dat ze nu zijn, maar je hoeft geen suiker toe te voegen. Als je het niet gelooft, pak maar gewoon een paar aardbeien nu, gooi ze in de vriezer, haal ze de volgende dag eruit, even ontdooien en gewoon opeten uit het handje of bijvoorbeeld op brood. En dan zal je zien dat ze super lekker smaken. En het scheelt een hoop werk en een hoop suiker. Deze week ga ik alle doperwten oogsten. En zoals je hier kan zien hangen de peulen aan de struiken klaar om geoogst te worden. Als eerste heb ik er gewoon een paar geplukt, maar al snel merkte ik dat het veel sneller ging als ik gewoon gelijk de hele plant eruit haalde en dan de plant leeg plukte. Normaal gesproken hoef je doperwten niet in één keer te oogsten, maar ik heb niet tussendoor doperwten geplukt, dus vandaar dat ik het nu in één keer doe. Het gevolg is wel dat er ook wat peulen tussen zitten die eigenlijk al te oud zijn. Dus die ga ik drogen en dan heb ik gewoon gedroogde erwten en zaaigoed voor volgend jaar. En de doperwten die wel goed zijn om nu direct te eten, die blancheer ik en die gaan even de vriezer in. Maar hoe ik dat doe en hoeveel ik van deze doperwten overhoud, dat laat ik jullie volgende week zien. En aalbessen, de eerste kondige oogst worden deze week. En als je nu nog nieuwe struiken op je tuin moet gaan planten, dan zorg dan dat je verschillende soorten plant, zodat je aalbessen op verschillende momenten rijp zijn. Ik heb nu dus hier een struik waar ik al volop van kan oogsten. Ik zal jullie zo een struik laten zien waar de bessen nog volledig groen zijn. Op die manier spreid je je oogst en kun je dus een langere tijd van verse bessen genieten. En ook in mijn kast staat weer van alles klaar. Ik had het vergeten te laten zien in mijn vorige weekvlog, maar 31 mei heb ik allerlei nieuwe plantjes gezaaid. Zoals bietjes, een snijbiet, boerenkool, broccoli. En ik heb ook de groenselderij en de bleekselderij in een grote bakje gezet. Evenals de boontjes, de lage stambonen. Dus die moeten echt zo snel mogelijk de grond in. En dat laat ik jullie in de volgende video zien. Tot later!